Er was eens een houten indiaan genaamd Leo. Jarenlang stond hij in Café de Balken, totdat hij werd gestolen. De afgelopen jaren kwam Leo terug tijdens het deunen. En hij groeide uit tot de held van de kermis. Maar in 2019 werd Leo in de versnipperaar gegooid. God vervloekte ons. We kregen corona. En mochten 2 jaar lang niet deunen. Nu is het tijd om Leo terug te halen. Klaas, kermis uitgeest. Te laat komen is straf vanaf 10:30, power hour, met Freestyle Maniacs, Dr. Root. Wij zijn er klaar. Oh ja, Sinterklaas is er ook bij.